deze kookvideo van Marians Kookwereld. Vandaag maak ik rollade in de slowcooker. Wat heb ik daarvoor nodig? De rollade, mosterd, katoenbar, honing, uien, appels, slowcooker en een vleesthermometer. De uien en de appeltjes fijn snijden en in de slowcooker doen. Roer de uitjes en de appeltjes door elkaar in de slowcooker. Maak een sausje van 1 eetlepel mosterd, 1 eetlepel bloemenhoning en 1 theelepel katoenbar. Dit smeren we in op de rollade. De ingesmeerde rollade gaat nu voor 6 uur in de slowcooker. Na 3 uur ziet de rollade er zo uit. Het begint hier al heerlijk te ruiken. Hele compacte machine. Dat komt dus door een soort motor wat erin zit. In een mazimix. Dit is een motor die je niet doet en die draait van slag. De saus bind ik nog wat aan met mijn zenen.